Mijn naam is Lodewijk de Leeuw en dit is een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Minister van Staat Herman de Croo groeide op in Michelbeke, een, hoe vreemd het ook klinkt, mijnwerkersdorp in de Vlaamse Ardennen. Hij haalt herinnering op aan het dorp waarin hij opgroeide, burgemeester was, nog steeds woont en ook begraven wordt. Hij vertelt over het landelijke leven van midden vorige eeuw, op zijn netvlies gebrand, maar vandaag niet meer voor te stellen. Wel, wij wonen in Michelbeek, Zuid-Oost-Vlaanderen, nu Groot-Brakel, sedert een kleine 400 jaar. Ik weet bijvoorbeeld reeds waar ik zal begraven worden, want de begraafplaats, de begrafeniskelder van mijn familie, ligt in de linkerhoek van de kerktoren en de kerk. En bij het ingaan van mijn vader, die ook nog burgemeester is geweest in de gemeente Alphonse de Croo in 1987, dan waren ze daar al veel namen in zoveel letters op die generatie lange aanwezigheid en overlijdens van mijn familie in de gemeente. Dat mijn moeder, die een zeer dynamische vrouw was, zij was van Beerbeke, Niedove, een beetje meer uit de stad dan uit de buiten waar wij woonden, gevraagd heeft van al die naam te zien erbijtelen, als ik het zo kan zeggen, om dat te uniformiseren, dat de bron eruit was. En zo heb ik ontdekt, een paar dagen voor de begrafenis en de bijzetting van mijn vader in de familiekelder, dat mijn naam er ook op stond, Herman de Croo, 1937, streepje dus. En die van mijn echtgenote, Françoise Desguin, 1939, ook een streepje. Zij was daar minder tevreden mee dan ik het kon verdragen. En van tijd tot tijd passeer ik vroeger te paard, nu te voet of anders... aan het kerkhof, en als ik voorbij de hoek van de kerk ga en het familiegraf er bekijk, dan weet ik waar ik zal eindigen en waar al de anderen zijn geëindigd. Dus een lange, lange ketting van mensen die hier gewoond hebben, gewerkt hebben. En die in die tijd toch ook eigenaardig, ze waren niet talrijk in de familie. Mijn vader was enig kind en bij mijn grootouders, langs vaders kant, waren er 5 kinderen, 3 zonen, waarvan 1 pastoor geworden is, een zeer eigenaardig Alphonse de Croo. Die heeft mijn vader gedoopt in 1902 en mij nog gedoopt, ik zal het me nooit herinneren, want het is kort daarna overleden, in 1937. Dus er waren van die tradities die terzelfde tijd u een andere kijk op de maatschappij gaven. Ik was na mijn lagere school. En er waren een school met 2 klassen, graadklassen. In de eerste klas zat het eerste, tweede en derde leerjaar. In de tweede klaslokaal zat het vierde, vijfde, zesde en de zevende graad. De jongens, er waren jongens in die school, die moesten naar school gaan tot 14 jaar. En dan waren zij haastig om te kunnen of te mogen gaan werken. En dus moest men daar banken zetten voor, laten we zeggen, na het zesde lagere, die schooljongens nog in de klas te houden. Ik heb, het moet lukken zo, die 3 jaar, het vierde, het vijfde en het zesde, in 1 jaar gedaan. En dat kon toen, technisch kon dat. En de hoofdonderwijzer, waren maar 2 leerkrachten hoor, die zegde aan mijn vader dan, dat heeft hij mijzelf verteld, burgemeester, ik kan met uw kleine niets meer doen, je moet hem naar het college sturen. En daar ik zeer jong was en ook een frele gezondheid had, een beetje astma, maar veel vallingen, een beetje moeilijkheden aan de randen, heeft men mij gebracht naar het college van Mons. Dat was een heel topcollege in die tijd, van jezuïten, met jezuïten in de realiteit, in een stad die toen de economische hoofdstad was van de Borinage, die toen floreerde met uiteraard de steenkool, maar ook met glas, met faïencerie en dergelijke. Dat was een instelling overselectief, moet ik zeggen, waar alleen maar zonen waren
waar nog geen meisjes zonen waren, van ingenieurs, van notarissen, advocaten, dokters, van de betere kant, als ik het zo materieel mag uitdrukken, van de Borinage en van Mons. En ik was van het onnogelijk klein gemeenteke Michelbeke, 1000 inwoners, ergens in Zuidoost-Vlaanderen. En ik heb een voorbereidend jaar gedaan, na mijn humaniora was ik daar de primus uitgekomen. Ik won het toernooi van welsprekendheid van de provincie Enegouwen. In 1956, denk ik. En dus dat was bijna miraculeus voor mijn ouders. Die waren zeer tevreden. Maar ook voor de ouders van anderen, laten we zeggen, maatschappelijk meer traditioneel in generaties van opleidingen van datzelfde college. Ik ben dan naar de Universiteit van Brussel gegaan in het Frans. Daarna heb ik in Amerika gestudeerd of hebben we veel gedaan. Maar ik kwam, als ik het zo mag zeggen, met een dubbel leven te staan. Ik was intern, dus op een vrij 8 of 9 maanden in het internaat. Diende de mis elke dag, zoals wij allemaal moesten doen. Ik gaf gymnastiek als ik 1 jaar of 16 was aan de ouderen in een open preo. Dus niet afgeschud, tenzij van de regen. En dan was ik 3 maanden per jaar in mijn Michelbeke, waar ik met de jongens van de boerderijen, de kinderen van de Vosmannen, de mijnwerkers, want we hadden een vereniging van mijnwerkers in Michelbeke, die door de burgemeester werd voorgezeten altijd, omdat men de trein had. Van Zottegem draineerde de spoorweglijn via Rons en zo verder naar de Borinage. We waren de Italianen, de Turken in een zeker ogenblik in de geschiedenis van de Borinage van de Centre, in de mijnwerkers. Installaties. Gewoonlijk werkten die de nacht, omdat ze dan de dag nog een klein boerderijtje of iets hadden. En wat deed hun echtgenoot, een vrouw, die stikte wanten, handschoenen. En dan was er een handschoenuitgever in mijn gemeente die dat de huizen ging dragen waar men de gesneden handschoenen samenstikt. En in al de woningen van onze arbeiders, van onze mijnwerkers, hoorde je vanaf 5 uur 's morgens, van als het klaar was of bijna klaar was, het rietelen van met de voet aangedreven naaimachine. Dat was het klassieke geluid dat je in de straat hoorde. En dan niet te veel lawaai maken, want de man na zijn landbouwwerk en zijn mijnwerkerswerk 's nachts, die moest ook een beetje slaap hebben in de middag. En dat was een zeer eigenaardige sfeer waar iedereen gelijk was in een zekere zin. Er was geen discriminatie, er was geen kasteel in mijn gemeente. Mijn ouders deden het goed. Ze waren nogal ruim in landbouwgebied. Hadden ook een eigen melkerij, dus hadden toch een beetje industrie ook. Wat al uitzonderlijk was in die tijd in een dorp zoals het onze. Er was ook een groot klooster, Stella Matutina, nog altijd veel bekend. Dat vandaag de dag nog een kleine 400 leerlingen telt. Met een technische school, met een internaat, die vandaag meer een sociaal internaat is dan een afstandsinternaat. Wel, er waren daar speciale punten in onze gemeente, maar de grond van de gemeente veranderde niet veel. Ik weet nog altijd, als ik heel klein was, 6 jaar, 7, 8 jaar... Als iemand in het gebuurte overleed, dan, we hadden nog een pastoor en een onderpastoor op een zeker ogenblik, werd dan voor de gesloten luiken een groot kruis geplaatst, dat er een lijk binnen was. Er was geen begrafenisonderneming, dat bestond toen niet. En de geburen gingen dan 's avonds bidden. En voor mij, een mannetje van 8, 9 jaar, was dat indrukwekkend dat je daar in de slaapkamer of in de leefkamer, als dat zo was, dat men allemaal rondom het lijk van de overleden vader of moeder zat paternosters te bidden. Tot wanneer dan de begrafenis plaatsvindt, 3, 4 dagen later. En dan mijn ouders, kinderen wat minder, naar de offerande gingen, dus naar de betoging tegenover de begrafenis. Ik weet nog altijd dat als mijn vader is begraven geweest in 1987, waren er meer dan 3.000 of 4.000 mensen op de begrafenis. Dat is iets dat je niet meer kan inbeelden. Zodanig dat men om de volkstoeloop te kunnen wat ordenen, men de sacristij heeft opengemaakt om langs de andere kant van de kerk buiten te komen. Anders ging dat niet marcheren. Dus van die dingen die op uw retina blijven en wat mij toch veel getroffen heeft in die tijd, dat was nog de periode van de oorlog. Ik was 3 jaar oud toen de oorlog begonnen is. En de Wereldoorlog is een soort
diepvries geweest van de gewoonten in onze landelijke gemeenten. Er was geen verkeer. Er waren twee personenwagens in Michelbeke, die van de Anskoen-uitgever van Oudenaar en die van mijn vader. Ik heb daar gans de oorlog in gespeeld, want er was geen benzine om ermee te rijden, dus die stond in een zijkant van een schuur. Mijn wat oudere zus, 5 jaar ouder, Stella, en ik en hun vriendinnen en mijn vrienden, die speelden op de kussens van die wagen. Maar wat treffend was, en dat blijft mij bij hoor, dat was de landbouw van die tijd. Er waren geen tractoren, er waren geen dorsmachines. Men kwam dus met de zeis het graan pikken. En de mensen begonnen om 5 uur 's morgens. Hun eerste maaltijd was om 7 uur, 7:30. En met de hand nog de oogst zien pikken, nog de aardappelen zien oprapen, zoals men dat noemt. Ik deed dat ook zelf, heel gretig, met blote voeten in de vette aarde en dan de aardappelen daaruit gaan halen. En dan, wat zeer opvallend was, en dat ik nooit zal vergeten, als de oogst weg was, als de stuiken gemaakt waren, dus niet met koorden, maar met een ander deel van het geoogste stro, dan mochten de vrouwen van de armen, dat was niet zo gezegd, maar gelijk wie, kon de over of naast de bemaaiing of naast de pikking gevallen almen oprapen. Dus die hadden korven zo, waar ze die almen op raapten om ze dan het graan ervan uit te halen. Dat zijn zaken die bijblijven. En er was een ook een mentaliteit in de gemeente. Politiek waar dat niet klaast was. Het was de ene tegen de andere. Familie min of meer met mensen die dat ondersteunden. Wij wonnen een verkiezing op 3 of 2 op 3. En we verloren er 1 of 3 of 1 op 4 die tijd. Maar daar was ook iets zeer eigenaardigs. En dat heeft me sterk getroffen. Kan misschien wel de oorlog geweest zijn. Wanneer er een gezinnetje of een gezin van de gemeente door de noodzakelijkheden, ik weet het nooit hoe het gebeurd is, ik was veel te jong daarvoor, zijn vader naar een rusthuis bracht. De rusthuizen waren allemaal kloosters. Er was hier in Zegelsem, er was hier in Brakel of 1 of 2. En dat was een schande. De mensen van de gemeente vonden het onaanvaardbaar, of van de buurt, dat iemand zijn ouders ging onderbrengen in een ouderlingeninstituut, in een wat we nu een woon- en zorgcentrum zouden noemen, maar dat is gans verschillend. En die spraken daar niet meer tegen. Die werden uit de gemeenschap bijna geduwd als iets dat niet mocht. Dat was de tijd waar men inuwde, waar de schoondochter kwam wonen bij de schoonouders, waar de twee gezinnen samenleefden en zoals men het in een heel ongelooflijk Vlaams woord uitlegt, de ouders uitleefden, dus aanwezig waren tot ze overleden en tot ze thuis doodgingen, als ik het zo mag zeggen. Zeer eigenaardig. Mijn zus, die biologie gestudeerd heeft, die in Congo lang gewoond heeft, die geen kinderen heeft, is nu 91 jaar. We zijn in het jaar 2023, bijna. Die heeft haar heupen gebroken, is wat moeilijk op haar gang. Die logeert in het ouderlijk huis, in de plaats op het gelijkvloers waar ze geboren is. Dus in 1932 is Stella de Croo, mijn zus, in Michelbeek op de Lepenstraat 19, mijn ouderlijk huis, geboren. Ik ben geboren in de kliniek van Opbrakel, die dan een paar jaren later is opgestart geweest. Maar die dingen, dat was dagelijks. En wat nog meest eigenaardigste was, we hebben de Zwalmbeek, 20 kilometer lang, die van Voesberg-Vlobek door Opbrakel, Nederbrakel, Michelbeek, Rozenbeek, Munkswalm, Nederzwalm, waar ze uitmondt in de Schelde, loopt. En daar was een watermolen, nog altijd, een opspijzing, in Boembeke. Boembeke is een subgeuchtje van Michelbeke, zeer schattig. En dus stond het water van de Zwalm daar toch een 2-3 meter hoog, om te kunnen de molen te laten draaien als de molenbeurt daar was. Maar dat, die hoogte van de Zwalm die ging tot 1,5 meter of 1 meter, och, kronkelend 500 meter rivier opwaarts. Daar heb ik leren zwemmen.
leren zwemmen in de jaren 46, 47. En alleen de mannetjes, de meisjes mochten niet gaan zwemmen, of dat was niet betamelijk. De kleine jongens en de grotere jongens van Michelbeke, van de Vallei van de Berendries, toen Sint-Mariadenhoven, een beetje van de Rozenbeke, die konden zwemmen. Maar twee gemeenten verder, Elst of Zegelsem, daar konden ze niet zwemmen. Het was te ver van de beek. En die beek, dat was kronkelend, met modder daarin van een halve meter tenminste. En daar heb ik leren zwemmen. En als je dan kon zwemmen tot aan de dam van de molen, dat was 500 meter, dan was je kampioen natuurlijk. Dat was prachtig. Maar al die op zichzelf leven, de vogelnesten gaan bekijken, ze uittrekken helaas ook. De mussen die zich schuilden, oh ja, dat is de moeite. Men kweekte zijn eigen tabak. Woonde bij mij thuis, een ongehuwde oom van mijn vader, dus een broer van zijn vader, die was ook burgemeester geweest, Constant de Croo. En die plantte zijn eigen tabak. En je moest dat aangeven aan de accijnzen. Maar hij betaalde dat, hij moest dat wel doen en hij deed dat ook. Maar dan de boerderij, de vierkante oeve die in mijn ouderlijk huis was, daar was een soort gaanderij zo. De dakpannen kwamen over het dak uit om van de regen te beschermen. Dus je kon van de ene deel van de gebouwen naar de andere gaan in het droge, zonder de binnenkoer te moeten kruisen. Dat inktvol. In september, ja, misschien oktober, van tabakstruiken die daar droogden. En dat zat vol mussen. En als de tabak droog was, dan werd die tabak daar afgehaakt van die gaanderij waar het door wind en weer droog werd. Werd hij gelegd, die struik van tabak, die gedroogde struik, in een soort bak met een kapmes. En daar, dat was broos en droog geworden. En om die bladeren opnieuw een beetje zachter te maken, wat deed mijn grootoom? Speciaal bier van de brouwerij Roman werd erop gesproeid om die tabakvezels, die tabakbladeren van de overdroge droogte, de welke ze gehangen hadden gedurende weken, die gaanderij en wind en warmte, opnieuw soepel te maken en dan die tabak in kleine skilletjes te snijden. En het toppunt was dat er was veel tabakmakerij, onder meer in Gerasbergen, ook de Oostad, met Nino van het Lucifertje, hè, van de Union Match. Er waren dus mensen die kwamen de sigaren ten huize maken. We hadden een beetje middelen, we hadden een groot huis. Mijn vader en zijn vader, die ik niet gekend heb, maar zijn oom enzovoort, rookten sigaren. Men kwam met tabakbladeren van Cuba, kwam men de lokale tabak die men had geakt en met bier had besprengeld om dat soepeler te maken, in sigaren brengen. En men kwam de sigaren ten huize maken. Dus de sigarenmaker was iemand, het stielman, soms zelfstandig, soms van een fabriek, die uw eigen tabak, die gedroogd en geprepareerd was, in, laten we zeggen, Cubaanse tabakbladeren te rollen om de smaak of de reuk te verbeteren. Ik heb nooit zijn sigaren geroken. En dan, wat de kleine boerderijtjes of boeren deden, dat was een stukje van een veld, binnen een tarweveld of een roggeveld, geen haver, dat was te laag, daar enkele vierkante meters tabak gaan zetten, zodat de accijnzen het niet zagen. Je mocht door de velden lopen, je kon over dat graan niet kijken, waar de tabak dan rijpte, ver van het oog van de accijnsbehandel. Dat deed mijn grootoom niet, hij was een burgemeester, kon dat moeilijk zelf gaan doen. Die plantte dat in het zicht van ieder in zijn tuin, in zijn lochting, hè, zoals men in de lokale, laten we zeggen, gewesttaal, zegt, hè, de lochting, de belden van de lochting, dat is de omheining van een lochting natuurlijk. Dat zijn dingen die men niet meer terugvindt vandaag de dag. En toen waren ook de kermissen, de feesten, de ruitersomgangen iets speciaals. En de ruitersomgangen, dat was niet de show van paarden. Dat waren de lokale jongere boeren, soms oudere boeren, die de mogelijkheden hadden financieel om een combinatie van een trekpaard en een galoppaard
te laten kweken. Dat noemde men een croisé. Een croisé, dat was dus het veulen, de afstammeling van een boerenpaard, hè, een trekpaard, en van een loperpaard. En men ging bij de engst ten huize. En ik kreeg nog altijd, we hadden een gize, dat was dus een speciaal paardenrijtuig met twee grote wielen, met tremies. Hè, en daar, we hadden goede paarden, mijn familie was ruiters van 20 of 10 generaties lang toch, en we zijn hetzelfde gebleven. En men ging dus, als de merrie eet was, reed men bij de engst. Dat was hier in Zomergem, dat was in Zonnebeek, bij één speciale engst, waar het paard dus werd gedekt door de plaatselijke keurengst, die daar professioneel door zijn eigenaar voor werd ingeschakeld. Dat zijn dingen die men vandaag de dag zich niet meer kan inbeelden. En op de ruitersommengangen, het kleine Michelbeke had toen, houdt u vast, 1000 inwoners, 24 herbergen. 24. Toen ik burgemeester geworden ben in 64, waren er nog 22 over. Nu zijn er nog 1 en 2 kantines van de volleybal. Onze volleybal staat er nu, en de voetbal die we hebben. En dan van tijd tot tijd een paar gelegenheidsherbergen die een keer open gaan. Maar in die tijd was het zo dat de boer die niet te veel wou drinken of niet te veel wou uitgeven, een binnenwegje nam om naar de smissen te gaan, bij de oevensmid. En vooral die cafés te passeren waar er altijd iemand was die hem binnen zou geroepen hebben, dat waren part-time-cafés, waar de vrouw gewoonlijk handschoenen, naaister was. En dan de weekend de café open hield. En dat was ongelooflijk, het aantal bruine bieren die tijd. Alexander, mijn zoon en ik zelf zijn nog altijd bruine bierdrinkers gebleven. Het was de Bruine Roman. De Adriaan Brouwer nu, de AB voor de specialisten. Maar dat waren dus ongelooflijke drank. En wat mij ook opgevallen is, en dat is ook onbestaander meer, ik heb het wel eens gezien in Londen, was dat de coiffeur, die kwam om de week het aardknippen van mijn oom, mijn grootoom, en van mijn vader. En van mijn grootoom, die was dan in de 80 al, zijn baard komen scheren. En als dat gedaan was, de gecoiffeerde, dus mijn grootoom, en de coiffeur, die een beetje verder woonde, die dronk hem dan, iets dat ik ook nooit zal vergeten, witte jenever, bols. En dat stond daar ik ga niet zeggen alle maanden, maar ik heb nog de indruk van stapels lege bolsflessen, witte, Hollandse jenever, op de binnenkoer te hebben zien liggen, dat ongelooflijk was. En als ik van flessen spreek, is er iets dat mij ook treft en dat ik ook nooit zal vergeten. U weet dat de meeste van de binnenvloeren van die grote schuren waren in aarde. Waarom in aarde? Want er werd gedorsten met de vlegel. Dus morgens met vieren dorsten met de vlegel en dan het graan oprapen. En dus de bevloering, als het zo mag gezegd worden, van de binnenschuren, van de graanschuren, was aarde. En in de Eerste Wereldoorlog, waar de Duitsers de bezettingen hier hadden, dan leefde nog mijn grootvader. Mijn vader was toen het college van Oudenaarde. En je moest daar 6 of 8 weken internaat aan een stuk doen. De Duitsers die gingen in de gemeenten waar grote huizen stonden naar de wijnkelder. Om die wijnkelder te ledigen en te bestelen. En bij het begin van de oorlog heeft men een soort tranchée gemaakt. Een soort gracht gemaakt in die aardevloeren van de schuur, om die wijnflessen daar te begraven. En die vloer dan met aarde dicht te doen, zoals ze daar niets kon van zien natuurlijk, waar karren op stonden enzovoort. En men liet een 30-40-tal flessen in de wijnkelder, zo de Duitse officier of een Duitse soldij of soldaten, die kwamen de kelder leegpieken, zo zit er niet veel in, maar we hebben toch een tientallen flessen mee. Geen flessen, dan waren ze wantrouwig geweest en gaan zoeken waar de kelder verdwenen was. En toen in 1946, ik was toen een jaar of 10 oud, mijn vader besliste dat die tranchées moesten opgevuld worden, dat die vloeren van die schuren konden gebetoneerd worden, zoals dat nu overal is, dan herinner ik me nog altijd levendig zijn oom, mijn grootoom, zeggen: Alphonse, je mocht dat niet doen.
Want als we nog een keer een oorlog krijgen, waar gaat het dan je wijn zetten? En dus was van die herinneringen die op het netvlies van een jong kind blijven. En ook daar niet alleen de collecties flessen Bols, die na de oorlog mijn grootoom met zijn coiffeur consumeerde. Ik denk een ganse fles of een halve fles bij elke coiffurepassage. Maar ook de lege wijnfles die bij ons buiten lagen, want gedurende de oorlog kon men toch die wijn bereiken bij ons. En in plaats van te zeggen, de Duitsers gaan het meepakken, we gaan hem zelf opdrinken. Dus was dat elke zondag of twee maal per week de betere wijnen die aan de tafel werden bediend in een oorlogsperiode, waar ze zeggen ze beschaamd zijn dat te doen. Dat was een manier om die wijn uit de Duitse handen te houden en hem zelf op te drinken. En dan, na de oorlog was er geen wijn meer. Er kwam geen wijn binnen. Dat lag naast de muren van de schuren, zo bij ons zo 4, 5, 6, 10, 15 flessen verdiepingen oog. Al de lege flessen van de een of andere goede Bordeaux-merken, want het was Bordeaux dat hier werd gedronken, die Frankrijk voor de oorlog nog rijk was. Dat zijn dingen die onindenkbaar zijn vandaag de dag. En toen dan de grote kermissen of de omgangen gebeurden, hè, we hadden de Sebastiaansomgang, de derde zondag van juni en de Sint-Pietersomgang in Nederbraak was een beetje concurrentie. Michelbeek had zijn omgang ingesteld in concurrentie met die van Nederbraak, maar in de jaren 1800 en enkele. Maar de Sint-Sebastiaan heilige viering was in februari. En toen waren er nog winters, toen was er nog ijs, was er nog sneeuw. Ik heb ook dikwijls met de slee op de euvelachtige straten van Michelbeek gespeeld als kind in en kort na de oorlog. Hebben ze die omgang moeten herleggen naar de zomer. Want de winter was onmogelijk. Je kon dat niet doen, een ruitersomgang. Zo werd de Sint-Sebastiaansomgang in Michelbeek, de derde zondag van juni. Dat waren de ruiters uit de omgeving van de gemeente zelf. Een stuk of 10, 15, 20 soms. De laatste tijden is dat natuurlijk fors helaas verminderd. En wat deed men dan met die croisé? Dat wat sierlijker paard, veulen van een trekpaard en van een engst, die een soort ja, loopengst kon geweest zijn. De zondagochtend, want dat was een beprette periode dat men ploegde, dan gingen al de jonge boeren of de oudere boeren dat paard dat ze gingen bereiden de namiddag in de omgang afmatten in de voren, in het vers geploegd of vers bewerkt land. En al de deelnemers aan de omgang, of bijna iedereen, die reden 2, 3 uur dat paard moe, omdat dat paard zou braaf blijven. Want die omgang was natuurlijk op stap met een beetje muziek of zonder muziek. En dat kun je een paard dat niet bereden is geweest moeilijk aandoen. Dat is allemaal vervlogen nu. Nu onze omgangen tot voor de corona marcheerden nog goed. Soms 150 tot 200 paarden dat wij in Michelbeek nog gehad hebben. In Brakel en in Nieuwkerk en in Herwetichem en in Schoris en de ochtend vroeg in sommige randgemeenten. En de bijzonderste daarvan is de omgang van Mater die op zijn dag wordt gereden in juli als mijn geheugen goed is. Dat is voorbij. En dat was omdat men geen verplaatsingsmogelijkheden had. Goh, de eerste fiets van deze gemeente was die van mijn grootoom. Dat was een bijna klein mirakel. Er was één fiets voor gans het kanton in een tijd, in de jaren 1870, 80. Trouwens, dat legt uit dat het vrijen was beperkt. Hè? De gemeente Elst, bakkermat van de Geutelingen, die ook in Michelbeek worden gebakken. De gemeente Elst is van kerk tot kerk op 2 kilometer de ene van de andere. Maar de vrijer van Elst, die kwam Michelbeek niet binnen. Hè. Er was geen openbare verlichting s'avonds. Die werd afgerammeld, afgerost en wederkerig. Hè. Dus men huwde bijna allemaal met het meisje uit de geburen. En ik heb zo eens in de spreekbeurt een theorie ontwikkeld dat het eugenisme, Het toch niet overdragen van te veel gemeenschappelijke kenmerken, werd doorbroken in een eerste fase door de fiets. Dan ging men vrijen op 10 kilometer. En dat sommige families het al hadden doorbroken door het paard, dan ging men vrijen op 25 kilometer. En ik
kan mijn familie uitleggen. We zijn altijd de mannen blijven wonen in Michelbeke, uw dienaar ook nog altijd. Ik was er ook de laatste burgemeester van. Maar de meisjes die wij gehuwd hebben, die komen van Meerbeke bij Nienhoven, dat is ongeveer 20 kilometer te paard. Of van Nederassel, Nienhoven, dat is ook ongeveer 20 kilometer te paard. Mijn echtgenote is van Gent, is van Antwerpen, de Desguin-familie, maar ze woonde in Gent toen ik haar gekend heb op de universiteit. Nu is de wagen gekomen. Men gaat nu vrijen op tientallen of honderdtallen kilometers. Het vliegtuig is dan hier reeds sedert enkele decennia. En nu gaat men naar Thailand of naar andere verre oorden een bruid gaan opzoeken, wat de Chinezen ook doen bij gebrek aan meisjes in de omgeving van het grote Chinese communistisch rijk. Die dingen zijn niet meer tastbaar. Men heeft daar geen gevoeligheid meer voor. Men kan zich dat niet meer inbeelden. Men kan zich niet meer inbeelden dat er een kruis staat voor de gesloten ramen of luiken waar iemand overleden is. Dat men daar de geburen allemaal elke avond gingen bidden met de paternoster rondom het lijk dat in een bed lag. Koel en versteven. Ik heb de ervaring opgedaan, ik zal dat nooit vergeten, dat in een van de gebeuren, ik weet nog zeer goed wie het is, dat ik bij kleine, curieuze, nieuwsgierig mannetje, ik onder de sprei van het bed ben gaan tasten naar het lijk van de overleden. Het was ijskoud en ik was zodanig verrast. Ik kon me niet inbeelden wat een dode persoon was. Ik had er geen gekend. De eerste dood die ik gekend is, was mijn grootmoeder. Die was in de 90, kort na de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn van die gevoelens dat gij, ik zou ze moeten beschrijven, de dag dat je niet kunt terugwinnen. Want er is zoveel tussengekomen, zoveel eigenaardigheden. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog, wanneer de Duitsers na de ontscheping in Normandië wel wisten dat het zou gedaan zijn, mijn ouders verstonden Engels en luisterden naar Londen. Dat was strikt verboden. En er was een oude radio, in die tijd was alles blijkbaar oud, en de Duitsers hadden een deel van de gebouwen bij ons, de gebouwen gerequisitioneerd. Ze hadden daar ook mensen gelegerd. Die kwamen luisteren aan onze venster om iets op te vangen van de verstoorde, gesaboteerde door de Duitsers doorzending. De radio van Londen, die weinig oorbaar was gemaakt, om te weten hoe ver de geallieerde troepen optrokken of op optocht waren naar België of naar het noorden van Frankrijk toe. Dat zijn zeer eigenaardige dingen die dan vervangen worden door andere eigenaardigheden. Toen in 1944 de geallieerden hier aankwamen, hebben ze ook een deeltje van onze gebouwen, terecht met veel plezier, en van de boomgaarden bezet. En waarom de boomgaarden? Omdat door de bomen die erboven stonden, er was geen luchtmacht meer van de Duitsers, maar toch een beveiliging gaven voor het zicht. En ik heb daar iets gedronken dat vandaag de wereld, iedereen het kent, Coca-Cola. En ik vond dat een medicijn met zo'n slechte smaak. En ik kreeg een flesje Coca-Cola van een van de Amerikaanse of Engelse soldaten die daar kampeerden wanneer de Duitsers aan het zich terugtrekken waren. Zelfs hier in de gemeente, ik vermoed in 1944. En dan daarna waren er alle gemeenten optochten voor de viering, de overwinning, de bevrijding te kunnen celebreren. En ik weet nog goed dat men dan personages, als men een zwaarlijvige had, dan maakte men Churchill van. Een mager, dat was mijn grootoom, die was burgemeester, die was Truman op dat ogenblik. En in een calèche werd die rondgevoerd dan door de gemeente om de bevrijding te vieren. Dat was ongelooflijke scènes, waar natuurlijk het bier heel ruim het bruine nat in dat ogenblik in die 22 of 24 cafés vloeide. De verandering is gekomen door de immigratie in de steden en de gemeenten. Veel mensen zijn komen wonen in de mooie streek van de Vlaamse Ardennen en van de Zwalmvallei, waar gans mijn leven en dat van mijn familie zich heeft afgespeeld. Althans, ons familiaal leven. Dat is allemaal voorbij. Er is geen reden meer om bij elkaar te gaan. Er is televisie s'avonds, er is al de zaken die je kunt bekijken en erbekijken, ook op je draagbare telefoon.
het is eruit. De stopsel is uit het vat. En wat ik u beschrijf, en ik beleef dat, dus ik ben 85 voorbij, ik ben niet Mathusalem. Dus al die zaken van het oprapen van almen op de gepikte of afgepikte velden, het bereiden van de paden in de beproefde aarde om ze kalm te maken voor de omgang van dezelfde namiddag, die zondag. Dat is niet meer uitbeeldbaar. Het zou fictief zijn, mocht men het doen. Men kan het alleen nog voelen, ruiken, horen, smaken bijna. En ik geef nog een mooie anekdote. Mijn grootoom werd opnieuw burgemeester kort na het einde van de oorlog, dus 1944. En november 44, 11 november 44, was natuurlijk een enorm feest. Gedurende jaren was dat door de Duitsers niet toegelaten van de bevrijding en de wapenstilstand waar ze verloren hadden in 1918 te herdenken. En mijn grootoom, die had dus het speech van zijn secretaris of van hem, ik weet het niet meer, geschreven. En die had die 4-5 keren thuis, waar hij inwoonde bij ons, gerepeteerd. En ik had een zeer auditief geheugen. Mijn kleinzoon Tobias de Kroo, de jongste zoon, Gabriel de Kroo, de jongste zoon van Alexander, heeft dat ook. Dan de burgemeester met zijn chapeau buis, met zijn jaquet, allemaal ziek, met zijn ceinturon. Die had die speech dan afgelezen voor het monument van de oudstrijders in onze gemeente op het kerkplein, naast de kerk. En dan mocht ik meegaan met hem, die de toer van de herbergen. Het gemeentehuis was een herberg en we vergaderden onder mijn tijd, nog toen ik burgemeester was, in de prontkamer, in de vergaderkamer van de café gemeentehuis. Dus de mensen konden daar naar het gemeentehuis komen. Het was een deurken apart om binnen te geraken, maar niemand deed dat, om de gemeenteraad te volgen als ze wilden. En op een zeker ogenblik, ik had die discours de keer of vijf gehoord bij ons thuis, in de eetkamer of in wat we noemen de living, en ik kon hem van buiten. En ik had gezegd, jammer, opa, oom, ik kan die ook. Oh, klein, wat kun jij van mij een discours? En ik ben op een stoel gezet. Ik was toen 7 jaar oud, denk ik. Ja. En ik heb zijn speech opgezegd. Zoals hij hem opgezegd had aan het monument van de oudstrijders een half uur daarvoor. Dus u ziet dat het van ver dag tekent. Maar dat zwemmen in de Zwalmbeek, het voelen van die 20 centimeter modder tussen uw tenen, het ruiken van het gras, het ritselen van de bussen in de gedroogde tabakbladeren onder de afdank van de boerderijgebouwen. Het zien besprengelen met engstenbier, dat was het bier van de Roman. De engst, het engstenbier, dus het strafste bier, misschien 6-7 graden in grote flessen met een stopsel erop, die men dus die gedroogde tabaksbladeren opnieuw soepel maakte. Het zien rollen van de sigaren door de specialisten van Gerasbergen met de Cuba tabakbladeren, het ten huize zien toon zetten van de piano. Wij hadden een piano thuis. Mijn moeder speelde goed piano, deed ook het lokaal toneel. Zij was van een grotere plaats en zat in Aalst bij de Dame de Marie in die tijd gestudeerd. Allemaal in het Frans. Mijn vader in het college van Oudenaarde, mijn andere ouders en grootouders in het college van Gerasbergen. Alles in het Frans in Vlaanderen. Zelfs hier, in het klooster te Michelbeke, toen ik daar een paar jaar ben geweest, dan was er een Franse doos op de speelplaats. Dus een doos in een soort pastiedoos, in een goedkope koop ijzer, waar je moest Frans spreken op de speelplaats. Hier, ikzelf, Herman de Kroo, in de jaren 45, 46. En in dat doosje zat een opgerold papiertje met een klein potloodje. En als je iemand anders hoorde Nederlands praten op de speelplaats, moest je hem de Franse doos geven en zijn naam opzetten. En die was dan natuurlijk geïnteresseerd om te gaan luisteren wie Nederlands praatte, om zijn doos, zijn Franse doos, kwijt te geraken. U ziet, dingen die men zich niet meer kan inbeelden van tijd die ik beleefd heb in een lokale gemeenschap waar ik toen bevoorrecht was. Ik moet ook zeggen, wij hadden het niet slecht of schoon. Als gewoon tenslotte door het verhuren in kleine stukjes van zijn eigendommen om klanten te hebben voor zijn melkerij. Ja. De boeren zijn de klanten van de melkerij natuurlijk. Om tot een enkele 10.000 liters melk per dag te komen of een beetje meer, hadden wij na de oorlog
bijna geen inkomsten meer. Want de Duitsers, mijn vader was niet van het zin van het ras die collaboreerde, hebben de melkerij uitgebroken. Hebben die op een andere, waarschijnlijk meer een sympathiserende bedrijf geplaatst. Ik weet wel waar, maar dat ga ik niet vertellen. En na de oorlog hebben wij geluk gehad dat wij enkele onder de groot geworden populieren hadden, die in de oorlog niet afgehakt werden, zoals alles werd afgehakt door de Duitsers in 1418. Elke beuk, elke eik is uit de streek door het bestelen van de Duitse bezetter in 1418 afgehakt geweest en weggenomen. Hebben wij kunnen die bomen verkopen in de jaren 1647 om in een zekere zin enkele middelen te hebben om zich terug wat op adem te brengen. Dus ik heb van mijn leven hier in het kleine Zwalvallei Michelbeke heel veel genoten. In die tijd natuurlijk was de zondag belangrijk. Hè? Er was de vroege mis en dan de oogmis. En er was gewoonlijk nog het lof en de vespers. Dus de zondag was bijna voltijds iets kerkelijks, als men dat kan inbeelden. De vrouwen zaten langs de ene kant van de kerk met hun hoed op, de mannen langs de andere kant. En een paar families, waaronder de mijne, hadden hun eigen stoel in de kerk. Dus een vloeren stoel met de naam familie de Croo op. En er was altijd een kleine vete tussen. In die tijd werd mij verteld, mijn grootoom burgemeester en de lokale pastoor. Want de burgemeester bleef gewoonlijk lang en de pastoor die verhuisde. En de pastoor die zette altijd die vloeren stoelen, die fluwelen stoelen, op de rij van de biechtstoel. Want dan was er biechtstoel, twee pastoor die biecht afnamen en zat die kerk de vrijdagavond vol mannen, minder vrouwen, ook vrouwen ook, die naar de biecht gingen. Nu, je vindt geen pastoors meer, er staan nog biechtstoelen, maar niemand weet nog wat een biechtstoel was als men dat vandaag de dag bekijkt. En de kerk was een sterke organisatie. De pastoors waren talrijk. Ik heb een gekende met familie die ook een groot oom van mij is geweest, Alfons de Croo. Die trouwens door de bisschop Copieters van Gent dikwijls werd uitgestuurd om recalcitrante pastoors een beetje op orde te brengen. Hij was zo de missus Dominicus, een beetje de afgevaardigde van de bisschop voor het een of ander dat misliep ergens recht te zetten. Maar de kerk was belangrijk. De landbouworganisaties waren belangrijk. De Boerenbond van die tijd, zelfs na de catastrofe van financiële aard tussen de twee wereldoorlogen, was de Boerenbond nog heel sterk. Men had toen ook iets eigenaardigs, hè? Een structuur dat men niet meer kan inbeelden. Men had een dorpsstier. Elk dorp bij een landbouwer had een geselecteerde stier die moest dienen om het koeienras of het kalverras op een zekere pijl te houden. En dan de boeren waren verplicht of geacht bij de dorpsstier met een duchtige koe, met een bevruchtbare koe te gaan. Er was geen automatisme zoals vandaag de dag, geen spuit om een koe zwanger te maken. Waar de lokale dorpsstier geselecteerd. Dat was een goed systeem om de tras in houdelijk en ook, laten we zeggen, deftig en niet te laten degenereren. Er waren de lokale toneelverenigingen. Er was, mijn moeder speelde piano en toneel in de toneelvereniging van Michelbeke. Katholiek was dat niet volledig, maar dat was toch allemaal een beetje bij elkaar. Er waren veel. Er waren winters en het is hier heuvelachtig en de straten gaan op en neer. Werd er geschaatst, werd er gesleed. Ik heb honderden keren alle heuveltjes met een ijslei beneden gereden. En wat er iets eigenaardigs was, de winters waren zo hard. De straatjes waren gemaakt uit kasseistenen. Er was al veel als er kasseistenen was. Hier de Lepenstraat waar ik woonde, dat was de eierbaan vroeger van Ouder naar Nienhoven, lang geleden. En dan werden er dooibarrières gezet, omdat die stenen niet zouden losgereden worden door die ijzeren banden op de wielen van de kar, was er dooibarrières. Dan mocht je met geen wagen, met geen kar, met niks, op die straat tot een dooi voorbij was en die kasseistenen zich opnieuw hadden gestabiliseerd in het vriezen en ontvriezen van de ondergrond. Er werd volgens mij veel gedronken.
Het caféleven, het bollen was belangrijk. Het bollen in de cafés. Elke café die een grote schuur had, had een bollenbaan. Het boogschieten, niet op de mast, want dat was te duur. Dat gebeurde maar in enkele grote cafés, in enkele wat grotere bevolkte gemeenten. Het was de liggende. Zoals de liggende doelen. En men schoot in een schuur ook, een lange schuur, waar de mast met de beschieten doelen op haar zij lag, als ik het zo mag zeggen. Dat was er was ook de smid, die een verbindingplaats was. Ik zal nooit in mijn leven de geur vergeten van door het gloeiende ijzer verbrande oefijzers van de boerenpaarden, van de trekkerspaarden en aan de blaasbalk gaan trekken. En we kwamen dan thuis. Je bent bij de smid geweest. Nee, mama, je zit zo zwart als je weet niet wat. Je bent bij de smid geweest. Dus al die interconnecties, de 's avonds in de zomer, er was geen licht. Geen openbare verlichting. Ik heb die gebracht toen ik jonge burgemeester geworden ben. Dat was ook geen lopend water. Het is ook een beetje wat we gedaan hebben in de jaren 465. We hadden wel iets speciaals met dat groot klooster. Dat was iets speciaals. En het bijkomend klooster, het kasteel van Sint-Mariaudenhoven, een paar kilometers ver met oude humaniora. En dat hier en meer het technische in Michelbeke zelf. Er waren dan ook dingen. Er was geen standen. Iedereen was gelijk en iedereen kwam met elkaar overeen. En om een anekdote te vertellen, hoe dat liep. Mijn vader is lange tijd burgemeester geweest en mijn grootoom ook. Men kwam bij de burgemeester op de middag. Dan is hij zeker en vast thuis. Dus ik heb gans mijn leven lang in de grote woning waar ik geboren ben, die ook oud is, maar dan hervormd is geweest enzovoort, daar onder de middag kwamen de mensen van de gemeente bij de burgemeester. Als hij thuis eet, dan zal ik hem kunnen zien. Want een bureau had de burgemeester niet. Het gemeentehuis, dat was een lokaaltje van enkele vierkante meters, waar de secretaris, die twee secretarissen, die mee twee of drie gemeenten deed als secretaris, enkele uren per dag kwam verschijnen. En waar na de oorlog? De DOP, de controle van de werkloosheid, fysisch was, met een uurverandering, wat sommigen die in zwart gingen werken niet graag hadden, om 9 uur of om 3 uur de dag daarna. Dat was dan betant voor degenen die naar de DOP gingen en in het zwart werken. Dat is er nog niet uit vandaag de dag. Maar de sfeer, ook de tegen elkaar niet klappen van sommige families, dat bestond allemaal. Dus lijm om ons te verenigen en bij elkaar te krijgen, de kerk zeker. De toneelvereniging, voor zij die een beetje verder gestudeerd hadden, konden zingen of gelijk wat. Er was per gemeente, zoals Michelbeke, 1000 inwoners, een toneelvereniging. Er werden concertjes door de mensen van de gemeente zelf, onder meer mijn mama, gegeven. Er was de braspartijen, de zondag en de zaterdag. En dan wat men noemde de maandagcafé. De maandagcafé was een gesloten huis waar men de maandag kon pinten gaan drinken. En sommige cafés hebben ook de naam de maandag gekregen. Dat is ongelooflijk, de stories die men daar kan over vertellen. Men wist alles van zijn geburen en van wat in de gemeente was. Toen er iemand overlijdt, luidde de doodsklok van de kerk. Nu van tijd tot tijd nog. En ik weet nog altijd, mijn grootoom, die een sterke gezondheid had, een leven lang in mijn familie, als hij hoorde de doodsklok luiden, was toen in de 90, kleinen tegen mij, wees er dood. Ik zeg, is deze oud geworden? Dat was een zwakke familie. Want men kende de families, men wist. En als de familie een beetje zwakker was dan een andere familie op gezondheidsgebied, dan was dat een heel brutaal woord. Jammer, ze hebben de tering. De tering, dat wil zeggen, ze zijn niet gezond en ze gaan niet oud worden. Maar ze zouden niet moeten mee trouwen, want de familie met de tering, die arme man zal niet oud worden. Dat zegt men van mensen die 25 of 30 jaar oud waren. De hoofdonderwijzer of de onderwijzer had een invloed. De burgemeester ook, ja. Maar de burgemeester moet natuurlijk soepeler zijn, want hij is daar maar tijdelijk. De hoofdonderwijzer is daarvoor lang. Ikzelf, ik ben een product van de schoolwedstrijd. Ik liep bij lagere school in het klooster, mijn eerste of tweede lagere school. Toen een van de twee onderwijzers, meester Maurice en meester Guido, één moest vallen, omdat er te weinig leerlingen waren.
En ik was onthutst. Meester Guido gaat vallen. Wanneer gaat meester Guido gaan vallen? Dat was zijn functie kwijtgeraakt. En mijn vader, zaliger, heeft een chapetter bij me geroepen en hij zegt: Firmin, uw kleine naar de gemeenteschool. En eer dat Firmin kon zeggen, en de nieuwe, en de mijnen ook. Zo ben ik van het klooster, waar ik mijn eerste lagere school heb gedaan, naar het gemeenteschool, 300 meter verder geweest, om meester Guido het aantal nodige leerlingen te geven, dat meester Guido niet zou vallen. En meester Maurice en meester Guido bleven dan 5 of 6 jaar van het lager onderwijs doen, zelfs een stukje meer, in die graadklassen. Het heeft me zodanig gemerkt dat toen ik onderwijsminister ben geworden, in 1974, de 7e graad, dus het 7e schooljaar, om de kinderen tot 14 jaar op hun bank te houden, heb ik afgeschaft. Ik heb ook, moet ik zeggen, de zaterdag afgeschaft als onderwijs. Want ik vond het college tot de zaterdag 4 uur veel te lang. Dus ik had er nog op mijn lever liggen. Maar het zijn allemaal kleine, ik zou willen zeggen, pointillistische puntjes dat ik u aangeef voor een totale maatschappij die verdampt is. Waar de geburensolidariteit niet meer bestaat. Men weet zelfs in onze gemeente, nu weet ik niet, iedereen die woont in mijn eigen Lepelstraat, waar van tijd tot tijd een inbranding gebeurde. Dat moet ik u vertellen. Dat was, mijn moeder was het hart van dood, heeft ze ons later verteld. Als hier iemand uwde, en mijn vader was zeer bekend, zodanig dat de kermis Michelbeke een week langer is blijven staan tot hij terugkwam met zijn jonge echtgenote van de bedevaart naar Lourdes, uiteraard, in die tijd. Dus de kermismolens zijn hier een week langer geweest dan ze ooit geweest zijn voor het huwelijk van mijn vader. Er was terzelfde tijd bejaloersing, er was terzelfde tijd hulp. Iemand zou de gebuur niet in de steek gelaten hebben, omdat onbewust hij of zij ook niet in de steek zouden gelaten worden. Iemand die dat niet aankon, die werd een beetje op de zijkant van de maatschappij geschreven. Er waren ook sukkelaars in de gemeente, die minder valide waren, die op de straat dan liepen, waren geen instituten, of moest heel zwaar mentaal geraakt zijn geweest om daarin te gaan. De ouders hadden niet graag, zoals ze hun ouders niet in een rusthuis staken. Men steekt iemand in een rusthuis. Het woord alleen van decennia geleden toont aan hoe dat diep dat zat in de gewoonte van de buiten in die tijd. Maar dat het ook niet gedaan hebben voor iemand die een beetje zwakzinnig was. Die was een beetje de koning van de gemeente. Moest opletten dat hij de straat zou overlopen, hij of zij, als we met de wagen of met de par of de kar passeerden. En het is allemaal niet zo rooskleurig, hè. De woning van Alexander, mijn geburen hier naast ons. Ik woon op een oude boerderij die we hebben mogen afbreken voor het 50 jaar een nieuw huis zetten. Hij heeft een oude boerderij, ook van de familie, die nooit afgebroken is geweest, dus hij moest respecteren. Daar hangt nog, zal terug hangen, dat in 1864 mijn achtergrootvader daar te paard verongelukte. En toen was zijn vrouw zwanger van zijn 5e kind, hij was 34 jaar oud. En hij was constant de Croo. En zijn posthumus, zijn nakomeling, die geboren is na zijn ongelukkig sterven in een paardenongeval, werd constant genoemd natuurlijk na het voorbeeld van zijn vooroverleden vader. Al die dingen kunt je uitleggen. Ik schreef me nog altijd, daar gaan we eindigen. Jonge Jan Verroken was toen een jonge kandidaat, die zonder de 2 jaar geworden was. Bevoorrechte tegenstrever in de politiek. Het was niet zodanig CVP-liberaal, het was Verroken en de Croo. Op een avond ben ik als jonge student, en ik was op de VUB, op de ULB, ik heb in het Frans gestudeerd, die een vrijzinnige universiteit is, na de Jezuïten, waar ik primus ben geweest, dan was ik naar een meeting van de CVP geweest in de parochiezaal te Michelbeke. En ik had een aantal vragen gesteld. De mensen waren gans onthutst van de vragen die ik stelde. En niet meer eruit gerakende zal ik nooit vergeten. Ik heb het hem dikwijls verteld toen we samen etterlijke decennia in de Kamer hebben gezeten. Zegde Jan Verroken: beste parochialen, het is laat, laat ons bidden. En dus was het meeting gedaan, om u voorbeeld te geven, dat alle trucken van tevoren in die tijd ook reeds bestonden. Wat wel emouvant is, en dat mij gemerkt heeft, zijn 2 dingen die,
die mij bijblijven, die mij een sociaal-liberaal hebben gemaakt. En zoals mijn vader dat was, en mijn grootvader dat was, en zoals de liberalen zouden moeten zijn, allemaal. En ze zijn het grotendeels, gelukkig. Dat was de Vos-trein. Ik reed dus naar mijn college voor mijn 14-daagse of 3 weken internaat met de mijnwerkerstrein. Om die ging ik van Zottegem en verder over die kleine stationnetjes. Er waren 2000 spoorwegabonnementen in het station van Nederbrakel voor gans de omgeving. Dus als ik jong was, de Vlaamse Ardenner en een beetje ruimer, had meer dan 2000 mijnwerkers die hier woonden. En die dan ook helaas niet zeer oud werden door de fameuze stoffenziekte die ze hadden. Er was in elke trein, hoe waanzinnig dat ook kan wezen, en er is niet veel veranderd in de rigiditeit van de regimenten van de spoorwegen, ik ben er 8 jaar baas van geweest, was er een eerste klasse wagon. Dus in die mijnwerkerstrein, waar nooit iemand van zijn leven een plaats of een voet heeft gezet in de eerste klasse, maar 3 klassen, hè, de autobanken, derde klas, tweede klas en de eerste klas. Ik heb nooit in de trein in de eerste klas geweest. Ik was de mascotte van de mijnwerkers, op de knie van de mijnwerkers, die naar stof roken, waar die de vensters met die riemen opendeed en naar buiten spuwden. Er waren Italiaanse wagons in het Italiaans gemocht. Het is verboden te spuwen enzovoort. Ik was de mascotte van die mijnwerkers die echt zwaar werkten en de nacht in de borinage en de dag op hun boerderijtje. En om de maand, mijn vader kon met geen wagen rijden. Dus mijn moeder was zijn chauffeur. En we hadden zo grote Amerikaanse wagens van voor de oorlog en na de oorlog. En 1 keer per maand deed ik met mijn moeder, die chauffeur was, ikzelf, mijn zuster had dat niet graag, die is 5 jaar ouder dan ik, en mijn vader, gingen wij naar, houd u goed vast, naar de sanatoria uit de omgeving. Sanatorium, dus waar men niet meer kon genezen, maar men in de goede lucht ademde van de zee, zoals vandaag de dag het nog gebeurt, lagen in Rons, in de buitenkanten van Gerritsberg of in een groenere gemeente van de Borinage. En om de maand ging mijn vader daar de mijnwerkers bezoeken die de stofziekte hadden, zoals men noemde, die ongeneesbaar waren. En ik heb daar heel veel geleerd en veel gezien. Het heeft mij echt diep gemerkt. De sociale voelendheid, de solidariteit. En ik denk nog vandaag de dag, die ik nadenken, 22 verkiezingen heb gewonnen en bijna 52 jaar ononderbroken in het parlement ben verkozen, is dat meer te wijten, niet aan de mijnwerkers, maar aan de sociaal voelende inborst die ik heb behouden, gemerkt van mijn prille jeugd in het kleine Michelbeek, mijnwerkersdorp. Hoe eigenaardig het ook kan blijken, het 60, 70 kilometer van de dichtbijgelegen koolmijnen, die we hebben gemerkt en die ook Zuid-Alexander hebben gemerkt. Dat zijn ervaringen die je opdoet op een zeker ogenblik, die je doet door de gelijkberechtiging, de ene met de ander, door geen dikke nek te krijgen in je opleiding en je opvoeding. En zelfs als je kwalitatief bij de beste scholen van de wereld zijn geweest, de Jesuitencolleges, de Franstalige Universiteit van de ULB Chicago, waar ik geweest ben, als Fulbright-beurs van de Amerikaanse regering. Al die dingen blijven in je jeugd, zou ik durven zeggen, lenden plakken. En die dubbele opleiding, Franstalig, Nederlandstalig, die ik ben, college van een soort elite school naar het landelijk boerendorp 3 maanden per jaar. Amerika en Europa, het Frans, het Engels, de talen die wij bemeesteren, maken van u een polyvalente personage waar de enkele herinnering die ik u opbiecht, maar elementen zijn als bakstenen in een muur. Hè. Zij zijn ook drager van het dak. Wat mij betreft is zeer eigenaardig en men volgt dat niet genoeg op. De streek van de Vlaamse Ardennen was een van de meest bevolkte in 1830. Als België 3 miljoen en een stukje inwoners had, had het zuiden van Oost-Vlaanderen ongeveer hetzelfde aantal inwoners als nu. Dat betekent België is verdrie- of verviervoudigd en wij niet. De huidige fusiegemeente Brakel, die rond de 15.000 inwoners telt, had er ongeveer 15.000 100 jaar geleden. Dus het was een zeer bevolkte streek, met kleine boerderijtjes, met kleine wegeltjes, waar de boeren met een kruiwagen en een
vat van koemest een klein perceeltje ging bewerken. Dagwanden, een derde van de hectare. En een dagwand was al veel voor iemand die dat als bijberoep, soms als o-beroep, dat was een beetje weinig, voor een o-beroep kon maken. Dus er was een reeks rituelen, een reeks overlevingsmechanismen waar soms vijandigheid, maar grotendeels samenwerking als het nodig was, speelde. Er was ook een kennis van iedereen. Men kende het probleem van iedereen. Er was ook op de stoep van de straat, dat is geen kunstmatig beeldje, de mensen die samen zaten te praten, s'avonds in de warme zomers, geen licht tussen, geen televisie, geen radio, misschien bij vele gezinnen zelfs geen fiets, om maar een voorbeeld te geven, dat creëerde een soort samenhang, het kaarten bij de geburen, wat men vandaag de dag niet meer ziet. Men ging bij de geburen gaan manielen, of men gaat, ik ben geen kaartspeler, gaan kaarten. Mijn vader deed dat regelmatig bij de geburen, en sommigen kwamen dan bij ons kaarten. Al die opvullingsmechanismen, het naaien, het wanten, handschoenen maken, het breien, al die dingen die vandaag de dag door de goedkoopheid van onze fabrieken, de kwaliteit ervan, en voor niet te spreken over de Chinezen, zijn allemaal verdwenen. Men komt nu naar diezelfde gemeente wonen omdat er een beetje rustiger is, dat er nog groen is, dat men nog achterkant heeft. En veel dingen die men vergeet, de gemeente Brakel met zijn 15.000 inwoners heeft 4 onderwijsinstellingen waar men van 2,5, dat is Herman de Kroos zijn wet geweest, van 2,5 naar school kan gaan tot 18 jaar. Dus de communicaties zijn mogelijk. 1, 2, 3, 4 wagens per gezin zijn daar. En de televisie is 2, 3 per gezin. Ik heb er maar 1. In vele huishoudens is dat zo. Omdat de jonge generatie anders kijkt dan de minder jonge generatie. Al deze afwijkingen, deze aantrekkingspunten, deze gecommercialiseerde, dus aantrekkelijk gemaakte, want moet aanstaan, moet verkocht, moet verhuurd worden, punten van verzet, van communicatie, van levenswijze, die hebben met als gevolg gehad dat men op de familiekring is gaan terugvallen. Niet altijd. Op de club, op de streek, op de voetbal, op wat je maar wilt. Het feit dat onze vrouwen nu meer gediplomeerd zijn in getallen dan mannen, heeft ook gans die beweging in gang gebracht. We hebben 6.000 kinderdagverblijven in Vlaanderen. Ik denk dat ik in mijn jeugd er geen enkele kind heb. Was misschien soms de schoonmoeder of de gebuur die de kleine een beetje binnenpakte als er iemand te ziek was of te laat thuis kwam. Die wereld is gecommercialiseerd. Dus dat wil zeggen dat wat men aanbiedt als dienst, wat men aanbiedt als product, gewoonlijk goed is, verleidend is, aantrekkelijk is. Want hij of zij product en hij of zij verblijf moet verkocht, verhuurd, gebruikt worden. De temptaties, de verleidingen zijn van die aard dat men bijna geen weet meer wil. Ikzelf, ik heb hier in mijn bibliotheek de dictionnaire de Diderot, die is van 1700 en zoveel. De eerste woordenboek die in de geschiedenis werd gemaakt, veroordeeld door de kerk omdat men bijna de kennis van God kon verkrijgen, gezien men alfabetisch kon weten wat een woord betekende. Ik heb eens een foto gedaan voor een persinterview in mijn bureau Oor, waar die stapen van een meter 30 of meter 50 op elkaar, de volumes van het eerste woordenboek des werelds, 5 eeuwen geleden, minder omvatten dan mijn klein draagbare telefoon. Dus de wereld is zo veranderd, is zo snel aan het veranderen, dat de menselijke psyche, de menselijke binnenbevolking, hart, nieren, geest, smaak, reuk, als maar wilt, er niet kan aan weerstaan, niet meer is zoals het was 50, 60 jaar geleden. Fysiologisch wel, maar de verleidingen die men heeft, de aantrekkingen die men aanbiedt, die waren vroeger misschien een tiende van wat ze vandaag de dag geworden zijn. Daarom dat gezag, massabewegingen, ophitsingen, valse berichten, al die technieken die nu, zullen we zeggen, universeel helaas zijn geworden, bestonden toen niet. En het was, men werd minder oud, was niet zoals vandaag de dag een ganse generatie van de levensloop
gewoonlijk een vierde of een derde daarvan, waar men een beetje kapitaalkrachtig is en wordt meer aangesproken nog door elke verleidingsaanbieding die men maar kan krijgen, technisch, materieel, wat het ook wezen, dat was er niet. Men begon vroeger te werken. Men werkte tot 65, 70 jaar, bijzonder de landbouwers die toch hun zonen of hun dochters, gewoonlijk hun zonen, gingen helpen tot ze erbij vielen. Gans die mentaliteit is weg. De vrije tijd van vroeger was een paar uren per week, of een halve dag per week misschien, en dan nog, als de mis voorbij was, en het bollen in een café, of het gaan pintelieren, of een deel of andere lokale of dorpskermis. De verleidingen zijn nu zo groot geworden, dat wij psychologisch waarschijnlijk daar meer gaan onder lijden dan de gestabiliseerde, misschien te gestabiliseerde, de ouderwetse maatschappij die ik in mijn jonge jaren, bijzonder door de oorlogbevriezing van het 40-44 hier in het landelijke Michelbeek heb gekend. Het dorp, men probeert het nog in stand te houden en dat lukt. Wij hebben hier alle stromingen van welke aard ook in het kleine Michelbeek, M4M, Michelbeke voor Michelbeke. We hebben een voetbalploeg, we hebben een fantastische volleybalploeg die een beetje uitzonderlijk is, omdat we daarachter zitten al 50 jaar, die enkele keer een nationale divisie heeft gespeeld, jarenlang, dames. We hebben alle soorten activiteit. Er schept zich een buurtconcept. Dat zie ik toch. Zij die samenwonen in een... We hebben twee mooie moderne wijken in de kleine Michelbeke, waar ik fier over ben. Eén sociale, zogenoemde sociale, maar het zijn de eigenaarshuizen. En ik ben voor eigenaarshuizen, want dat wordt meer verzorgd door de gang der dingen dan andere. Of privéhuizen die gebouwd zijn geweest. Er is toch een solidariteit, maar die gaat niet veel verder dan de straat, dan de geburen. Misschien soms de wijk, dat is er. Er zijn ook sportbewegingen. Ik heb er twee opgenoemd in Michelbeke, de voetbal en de volleybal. We hebben nog verenigingen van kaarters, verenigingen van biljartspelers, verenigingen van dartspelers, een beetje als ik ruimer de gemeente bekijk. Er zijn ook toch een aantal sportorganisaties, jeugdorganisaties. Maar dat is een uitwending van noden en niet zoveel de verklanking van mogelijkheden. De immigratie is groot, gelukkig. Zijn het nog vele kinderen of kleinkinderen van mensen die hier gewoond hebben, die hier komen wonen. Maar het is een aangename maatschappij, het is een aangename ligging van waar we wonen. Het is dicht bij alles. En terzelfde tijd, en daar wil ik levenslang, als ik dood ben, voor boeten, niet doorkruist door autostrades. Ik heb mij verzet in die 52 jaar dat ik politiek heb mogen doen op het hoogste niveau tegen het doorklieven van de Vlaamse Ardennen door een autostrade van Avelgem over bijna Ronse, Brakel, Gerasbergen naar Alle. Die is er niet gekomen. En dat wil ik op mijn konto schrijven, omdat ik dacht dat dan dat stukje van Vlaanderen dat ik koester zou verdwenen zijn, wat het geval zou zijn geweest. Maakt een beetje de communicatie wat moeilijker met de wagen naar meer stedelijke gebieden. Maar het geeft ook een andere visie op het leven die we toch nog proberen te behouden. Door wat toch zeer opvallend was in de coronaperiode. De wandelaars, de fietsers. Paden waren niet toegelaten, ik weet nog niet altijd waarom. Zij dragen geen corona. Ik hoop toch niet, op dat ergste van de periode. Er komen toch nieuwe vormen waar de menselijkheid toch zoekt naar gelijksoortigen, naar contacten. Er zijn mooie verenigingen, cultureel, toneel, muziek. Er blijft toch nog veel over van de bijna ontwortelde maatschappij die wij gekend hebben toen ik piepjong was. Er is toch nog in het landelijk gebeuren, ja, ik denk meer solidariteit dan het stedelijk gebeuren. Men weet toch ongeveer wie zijn geburen zijn. Men zal er wellicht op waken en op letten als het nodig is, spontanément, van zichzelf uit. Er blijven nog bloedlijden over van de tijd die, ik herhaal het,
door de diepvriezing van de oorlogsjaren, misschien van bijna over 100 jaar, dat is dan dank mijn veel jongere leeftijd, heb gekend. Hoe dat zal overleven in een hoogtechnologische maatschappij, waar de vrouwen werken, en dat is een goede zaak, dat is onontbeerlijk voor onze maatschappij en ook voor hun eigen ontplooiing, waar misschien dat thuiswerk zal gebeuren, waar de technologische maatschappij gaat ingang vinden in een hoek van het gezin. Ik weet niet waar we gaan landen daarmee, waar men toch een aantal bezorgdheden afstoot, hè, men kan niet anders. De 6000 kinderkribben zijn onafwendbaar en nuttig en overnuttig. Wilt de vrouw haar onafhankelijkheid als moeder behouden in werk en de maatschappij? De onderden, ik weet niet hoeveel, woon- en zorgcentra zijn onafwendbaar en zijn nuttig en zijn goed. Wilt men de families toelaten ook de mensen van een oudere leeftijd een mooie oude dag, zoals men dat noemt, te kennen en te beleven? Dat is allemaal onafwendbaar, maar het is uit nood dat men ze heeft gemaakt, meer dan uit historische evolutie. Maar ik vind ze positief. Eén, ze zijn er. Ze zijn nodig. De opleiding is buitengewoon. De assimilatie van mensen die niet tot onze gemeenschap behoorden, historisch bekeken, is niet alleen onafwendbaar, maar is nuttig, is positief, brengt ons veel bij. Ik ben niet pessimistisch. Ik treur niet over het verleden dat ik u beschreven heb. Ik hoop over de toekomst dat ik mede heb helpen maken. Dus het verleden is als het blad van een boek. Hè. U leest het blad, u leest het hoofdstuk en dan gaat u naar het andere hoofdstuk. En ik denk dat we nu een andere hoofdstuk bezig zijn, waar ik hoop dat haatuitbarstingen, extremismen van welke aard ook, het wezen zogezegd links of het wezen zogezegd rechts, onze maatschappij niet gaat met een mooi lokaal taalwoord verdemoleren. Dat wil zeggen vernietigen. Verdemoleren, dat is het Franse woord demolier. Verdemoleren, dat niet zal gebeuren. Dus ik ben finaal een optimist, ja.